bam bam. En we zijn er! Hallo! Ja, we zijn er weer. En we zijn niet alleen. Niet alleen met Kikker en met Marvin, de stripverzamelaar. Maar ook met onze special guest, Gerard Lever. Nou, dat is toch... Nou, nog een keer een applaus. Want dat is ongelooflijk. Hij is gewoon in de building. Dus helemaal leuk. Leuk dat je erbij bent, Gerard. Ja, zeker leuk. Ja, dus echt... En uit Arnhem, denk ik, hè? Arnhem, ja. Ja, ik zit nou, op mijn werkkamer boven. Dus, nou, ik zit ook in mijn werkkamer in Huissen. Dus het is vlakbij bij jou. Oh, okay. Ja. Nou, kunnen we bijna op de fiets. Van keer doen we gewoon een studio. Nou, het is sneller op de fiets dan met de auto vanaf. Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook. Ja, leuk zeg. Ja. En de chat stroomt helemaal vol. Ik ga even van beneden naar boven. Dan gaan we weer. Zeg Rama. Ik ben niet bekend met zijn werk, dus laat me verrassen. Nou, je laat je helemaal verrassen, dus dat is echt helemaal leuk. Ja. Wat was dat voor enge intro? Ja, ik vond het wel mooi. Een beetje X-Files, daar hou ik wel van. Het is een beetje mysterieus. Henk is erbij, goedenavond. Dutch Gamer, die ramt meteen een vraag erin. Na stap toe was toch ook Okidoki en dat konijn? Octoknopie, denk ik. Oh nee, ja, ik dacht Okidoki. Dat vind ik wel een leuke naam trouwens. Nou, had ook gekund, ja. Het konijn kan ik nog niet helemaal plaatsen, maar dan ga ik nog naar. Nee, precies. Maar inderdaad, ook de knopie. Ja. Ook de knopie. Ja, ik dacht dat ook hier ook misschien een andere figuur was, maar... Nee. Misschien komt het nog. Kijk, oh ja, dus... ook de knopie stond vroeger toch achter op de tap toe in de jaren 90. Ja, vanaf 1985. Ja. En volgens mij heb ik het ook wel in de Apple gezien, toch? Of niet? Nee, dat geloof ik niet. Nee, het heeft wel later in de Nickelodeon-blad gestaan. Ja. Oh. Maar in de Apple heeft het nooit gestaan. Nee, daar is het ook wel wat te jong voor, hè? Of wat, Het is, ik heb natuurlijk wel in de Apple gestaan, maar niet met... En Geert, ik heb een huishoudelijke mededeling. Ja. Want, kan het zijn dat de verrekijker van de fietsvogelaar bij jou heeft laten liggen? Dat kun je meteen beantwoorden. Ja. Nou, ja, volgens mij heeft hij het zelf al beantwoord. Ik zag het al, volgens mij stond erboven dat hij naast hem lag. Dus, Nee, wij zijn, ik kan het wel even verklaren. Wij zijn gisteren samen wezen vogelen. Oh! Mars is een vogelaar, ik weet niet of je dat wist. Van een vogelaar. En we gaan zo twee keer in het jaar gaan we dan vogelen. Dat hebben we toevallig gisteren gedaan. En vandaar dat ik een beetje een rood hoofd heb. Want ik heb vergeten me in te smeren. Maar dat was... Het was heel mooi weer en we hebben wel wat bijzonders gezien, alleen ik kan ze niet echt na vertellen. Dat moet Mars maar een keer, of moet Mars maar even in de zijlijn zetten, wat we allemaal gezien hebben. Hey, maar je vader was duivenmelker, toch? Ja, dat klopt, ja. Die was ook een vogelliefhebber, maar die had ook duiven, ja. Maar ik vind een vogelliefhebber en duiven, weet ik niet of dat helemaal... Duivenmelken, weet ik niet of dat helemaal samen gaat, hoor. Maar, Nee. Is dat... Ik weet niet, altijd heel goed behandeld, die duiven, maar, maar wel goed verzorgd, maar... Ja, oké. Dus dat is toch een andere manier om te gaan met dieren. Ja. Daarover gesproken, ik heb ze weer, jongens. Jullie vroegen erom. En net werd er weer... Ik heb weer een konijn gehoord. Ja, dat is heel cru vandaag, Jacques. Want een halve dag geleden, eerder vandaag, is mijn konijn overleden. Ja, dat is toch... Dat is misschien... Zielig, ja, dat is wel zielig. Ja, nee. Ik overleef het wel weer, hoor. Maar de rest van mijn gezin die was natuurlijk wel wat verdrietig. Maar we hebben er nog eentje over. Ja, precies. Dat is wel mooi. Dus je kunt hier trouwens gewoon nog twee konijnenoren liggen hier nog beneden. Ik heb maar die konijnen. Maar eentje heb ik al. Bram, kom maar. Dit is echt mijn hond Bram. Ja. Hier heb je hem, Bram. Ja, Bram zit hier lekker even op de stoel te zitten. Maar goed, die geniet nu van een konijnenoor. Je ziet dan zijn staartje hier al. Dus die vindt het helemaal lekker. Die dingen stinken, dat wil je ook niet weten. Ja, want jij hebt ook een hondje toch, Gerard? Hoe heet die? Ik had een hondje, ja. Of had een hondje? Ja, die is ook al, ik weet niet eens meer hoe lang, maar ook al heel lang geleden overleden. Ja. Maar heb ik ook in mijn strips allemaal. Ik heb het gelezen in je dagboek. Ik moest er bijna van huilen. Want, dat deed je aan je konijn denken. Of, ja, precies. Ja. Ja. Nee, het is niet leuk. Maar, Nee, het is echt niet leuk.
Nee. Nee, dus echt. We komen daar ook even terug op jouw dagboek. Oh, ook leuk wie erbij is. Manon Schrijftante. Hoi allemaal. En Geert, een special guest. Succes. Ja. Manon Albers, dus superleuk. Manon Albers, ja. Ja. Hij heeft natuurlijk ook een hele bekende vader. Ja. De Lucky Luke man. Dus daar willen we ook eens een keer over praten. Ja. En je krijgt nog even... ja. Kikker, dan mag je dank je, mannen. Ze leven wel met je mee. Ja, maar ik heb nog over een hond en een levende konijn. En mijn vriendin is, as we speak, op de marktplaats aan het kijken naar een vervangingskonijn. Oh. Nou, dat is... ja, ik weet dat... wij hebben vroeger ook konijnen, mammotten en zo. Dat is toch even vervelend. Mm. Ik denk dat het een hond... Dat is een ander gebaar. Ja, dan ga ik helemaal stuk als dat gebeurt. Ja, ik ook. Ja, dan ga ik helemaal kapot. Mij is al heel oud, dus, hè, die zijn 16. Dus dat gaat al echt niet meer lang duren. Maar dan moet ik echt wel een week voorbij komen als het niet anders is. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, ik herken dat helemaal. Vorig jaar is mijn hondje Bo overleden. Nee. En nou heb ik Bram. Maar een hond is toch wel... Ja, dat is toch een beetje deel van het gezin, hè? Dat, Ja, is het ook. Echt niet normaal. Hey, wat hebben we om toch even een... wat hebben we deze week dan toch gegeekt? Ja. En ik begin toch even bij jou, Marvin, dan. Onze man. Wat heb jij... en dan daarna Kikker en daarna Geert. Van wat hebben wij gelezen, geluisterd, gekeken? Ja, wat heb ik allemaal gedaan? Ik zal het niet te lang maken, want ik heb nu twee hele grote stapels. Dus ik pak wel één van de stapeltjes en die andere laat ik dan wel even liggen. Ik ben weer verder gegaan met onze Justice League versus Godzilla versus Kong, wat ik gewoon een episch verhaaltje vind. Gewoon echt over de top, maar wel heel erg mooi getekend. Dus die ben ik nog steeds aan het lezen. Ja. Evenals de G.I. Joe strip. Ik vind de tekenstijl die hier binnen staat, vind ik echt heel erg goed. Ik kan wel eventjes iets laten zien van dit boekje. Haal hem uit de condoom. Uit een condoompje halen, wat we vorige keer hadden besproken inderdaad. Maar dit is gewoon echt wel goed getekend. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Ja. Ik hou wel van deze stijl, goed realistisch getekend. En ik kan hier erg van genieten. Ik heb ook deze reeks even opgepakt. Dat heet Feral. Dat is ook van de makers van Stray Dogs. Misschien is dat ook bekend. Ah. Beetje Disney-achtige stijl, maar wel een horror tintje. Want ze moeten ontsnappen aan beesten die lijden aan rabies. Okay. Dus dat vond ik wel een hele gave. Volgens mij heb ik deze ook al bij jou gezien, Kikker. Ja, ik heb alleen deel 1 gelezen. En dat is echt... zijn allemaal korte verhaaltjes, dus ik kan er nog niet zoveel van vinden. Nee, want je hebt dan Rook Exodus, de middelste Geiger, en je hebt die Redcoat, zeg maar, die drie. Ja. Daar gaan je al aparte series van krijgen. Ik vind het universum waarin zich het afspeelt wel interessant. Dus ik denk dat ik die ook wel weer ga kopen. En ik heb nog een paar hulkjes hier, ook wel heel erg gaaf. De meeste zijn getekend door Nick Klein, vind ik een erg goede tekenaar. En ik hou wel van dit verhaal. Dus ik denk dat ik het hier even bij laat. Want anders kan ik nog wel even doorgaan. Dus ik ben lekker bezig met mijn comics. Oh, wat leuk. Ik krijg meteen ook een vraag van Kroewart. En dat is een vraag die ik ook in mijn hoofd had. Geert, hou je van comics? Ja. Heb je wel eens comics gelezen? Niet. Dat is niet echt mijn... ik weet niet of ik dat mag zeggen hier. Maar niet echt mijn ding. Alleen ik hou bijvoorbeeld wel erg van de oude EC comics. Dus dat zijn comics. Oh. Daar ben ik wel erg fan van. Dat is ook goed, of niet? Ja, heel goed. Ja. En dan meer Superman, Batman? Dat wat minder, ja. Wat vind je dan leuk? Heb je een figuur? EC Comics, dat waren niet zozeer superhelden. EC. Ja, je hebt DC en EC natuurlijk. Oh, EC. Oh, sorry. Ja, ik vond DC. Ja, nee, dat snap ik. Nee, die oude EC Comics uit de jaren 50. Daar heb ik ook al die boxen van. Oh, wat die gaaf. Zijn allemaal heel mooi verschenen later. En daar zaten natuurlijk hele goede tekenaars ook bij. Hè? Wallace Wood en Kurtzman en Jack Davis. En Kriegstein. En Reed Crandall ben ik erg fan van ook. Ik weet niet, die zullen je wel kennen, denk ik. Hoop ik. Nou, ik zal vertellen. Wij zijn niet stripkenners, maar stripverkenners. Oh, dus als jij ons een beetje wegwijs kan maken. Wat is, als we hiermee willen beginnen, wat zouden we moeten lezen? Wat is het zijn dus comics uit de jaren 50 en die zijn later, in de jaren 70 geloof ik, in allerlei mooie boxen verschenen. En kort geleden zijn ze ook weer per tekenaar hebben ze boeken. Ik kan van Reed Crandall heb ik ook zo'n artist edition. Die hier staan. Dat is een enorm zwaar ook.
Nou, oh, nou, Jeroen van Trier hem ook wel van. Dat is gaaf. Originele ja. pagina's in de. Oh, ik maak even wat groter. Ja. Ja, wat gaaf. Ja, dat is echt een schitterende tekenaar. Dat, sowieso om dat origineel dan het originele grote te zien. Dat is wel heel cool. Die zijn een soort van opnieuw ingescand of zo, denk ik. Dat is een tasjeboek, hè? Is dat toch? Of niet? Nee, ja, dat heb ik ook. Ja? Dat is gewoon een boek over een... maar dit is eigenlijk alleen van Reed Crandall. Het verhaal van Reed Crandall staat hier. Oh, wauw. Maar dus, die moet je maar gaan opzoeken als je die nog niet kent. Maar, ja, nee, die ken ik niet. Ken hij heeft wel meer gewoon comics gemaakt, hoor, dacht ik. Ja. Ja, ik ken het wel. Ik heb wel een paar van liggen. Ik heb niet heel veel van die comics. Een paar reprints. Hè. Reprints van uitgeven. Ja, klopt. Ja. Oh, wat geweldig. Dus, maar comics is dat eigenlijk mijn liefhebberij. Ja. En ja, in principe Donald Duck zijn natuurlijk ook comics. Hè. De oude Barksverhalen die je ook kent. Ja. Maar ik ben niet zo van de superhelden. Nee, ik weet eigenlijk niet waarom niet. Maar... Ja, kan. Ja, ik ben van alles en nog wat. Maar ik heb ook wel niet deze dan gelezen, maar het eerste deel. Daar heb ik ook pas geleden een stukje genomen. Ja, ik dacht, ik vind het leuk om weer even te kijken hoe het geleefd was. Dat was alweer een tijd geleden, maar vooral dat eerste stuk over hoe je uitlegt hoe je erop kwam en zo, vond ik erg leuk om te lezen. Het interview met Meerte Belleman was dat, ja. Ja, ja. Ja, die heeft mij ook reactie nog gegeven. Ja. Dat, leuk. Nee, erg leuk om dat te lezen. Absoluut. Ja, van een held, hè. Leuk. En trouwens, ik heb even hier, als mensen daar meer over willen weten, ga natuurlijk ook even induiken. Dit bedoel je, EC Comics. Ik heb het even opgezocht. €150 tasje. Dat is deze. Dat is ook een enorm boek, ja. Ja, wat geweldig. Jij ziet het hier ook bij staan. Maar Tales of the Crypt, komt die daar ook vandaan? Ja, EC Archives. Ja, ze hadden meer thema's zoals horror, ze hadden oorlog. Ja. Comics. Ja, wat hadden ze nog meer? Misdaad. Een beetje meer. Per thema hadden ze dan zo'n comic die ze uitbrachten. Ja. Ook veel horror inderdaad. Ja, ja. Oh, wat mooi. Cool. Nou, dan gaan we daar eens even induiken. Maar eens even leuk voor de kijkers. Want dat vinden we leuk, hè? Zo leren wij ook steeds meer nieuwe strips kennen. Mooie oude strips zijn. Ja, daarom maar. Ja. Daardoor nog steeds heel gaaf. Ja. Kikker, wat heb jij gelezen? Generd, gegeekt. Generd. Nou ja, we hebben het eigenlijk elke week over. Marvel maakt een beweging van stripverhalen naar comics. En ik doe precies het tegenovergestelde. Ik heb hier echt een kamer vol met comics. Maar de laatste tijd lees ik vooral strips. Ik had vorige week al deze gelezen. Want ik moest natuurlijk even voorbereiden. Ja. En toen vond ik het heel passend om Susan Sass te kopen. Een deel wat gaat over een rapper. Ik hou zelf heel erg van rapmuziek. Bij mij staat die in spiegelbeeld trouwens. Klopt dat bij jullie ook? Ja, bij ons. Ik zal hem al even... Ja, maar wacht, dat laten we wel even. Ja. En ik heb deze week gelezen, Glevers Dagboek, deel 2. Ik heb hem gekocht bij Akim vorige week. En vond ik een heel leuk boek. Heel open, transparant, waar je je heel, heel kwetsbaar durft op te stellen. Je vertelt over, over je carrière en over wat je allemaal meemaakt. En vond vooral het stukje over jouw bezoek aan de Erotica-beurs heel interessant te lezen. Ja. En ik vond ook de dood van je hondje vond ik natuurlijk heel treurig en ook wel herkenbaar. Want ik heb natuurlijk ook wel eens een keer een huisdier verloren. En ik heb er heel veel van genoten. Ik heb alleen dit deel nog maar gelezen, dus ik ga snel deel 1 lezen. En komt er ook een deel 3 trouwens? Of? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk, want ik maak maar 2 van die verhaaltjes per jaar, dus dat schiet niet erg op. We zitten er eigenlijk over te denken of een derde uit te brengen, als het zover is, of een soort integraal waar ze allemaal in komen, ook allemaal in kleur. Maar dat is nog niet helemaal duidelijk, daar moeten we nog even over nadenken. Ja, oké. Okay. Nou, ik ga in ieder geval een deel... Zo'n integraal is natuurlijk van, waar stop je? Hè? Bedoel, kan ik daarna nog doorgaan? En als je toch de complete Glevers Dagboek wil hebben, dan... Precies. Moet ik ook nadenken hoe ik dat doe. Ja. Leuk hoor. Maar hij verschijnt nu wel al in de Apple, hè? Toch? Ja, klopt, ja. Ja. Volgende week staat er weer een in, ja. Maar ik heb er een jaar niet in gestaan. Ik heb een beetje de laatste tijd een beetje te weinig tijd gehad om extra dingen te doen. Mm-hmm. Ja. Vanwege oppas op de kleinkinderen, wat natuurlijk ook wel heel leuk is. Dus dat ga ik niet over klagen. Maar, En dat is inspiratie natuurlijk voor je dag. Dat ook weer, ja. Ja, dus ja want het oudste kleinkind komt ook bij Susan Sass als bijfiguur. Wat leuk. Ja, wat geweldig. Ja, want Susan Sass, dat zijn gewoon jouw dochters, toch? Nou ja, gebaseerd op, hè. Dat,
Ja, ja, ze heten natuurlijk ook anders. Lonnek en Kelly heten ze. En... Okay. Maar het is wel zo, toen zij een jaar of 13 waren, toen had ik zoiets van, het is wel leuk om daar, als je het rond hebt lopen in huis, dan kun je er toch meer mee dan dat je zomaar iets moet verzinnen. Of, dan weet je waar ze mee bezig zijn. Zo, hè? Dat, Zeker. Hey, we krijgen was wel leuk. M zegt, ik ben vanavond van de partij met M junior. Die een hele grote fan van Gerard's Susan Sass is. Dus ook leuk. Ook een junior erbij. Leuk dat junior erbij is. Dus, ja, ik ga zeker mijn kinderen ook introduceren met Susan Sass. Die kende het nog niet trouwens. Maar ze zijn 10 en 12. Dus prima de doelgroep, denk ik. En ik moet ook eerlijk bekennen dat ik ze nog niet echt aan de Tina krijg. Ze zijn wat meer van de Donald Duckjes en van bijvoorbeeld Jan Jans en de Kinderen. Maar Tina, dat krijg ik er nog niet echt doorheen. Mm. Af en toe een Jump. Maar goed, ik blijf mijn best doen. Je kan met zo'n album beginnen. Ja, ja, zeker. Ja, geweldig. En Gerard schrijft natuurlijk voor Donald Duck. Dus samen met je schoonzoon. Ja, met schoonzoon. Matthijs van der Harst is dat. Ja. En die had ooit een jaar of 6, 7 geleden ook al een paar dingetjes geschreven voor Donald Duck. En een jaar of 2, 3 geleden werd ik gevraagd door Bas Schuddeboom, die ik natuurlijk van de Tina ook goed ken, of ik een keer wat wilde proberen. Toen hebben we een proefverhaaltje geschreven en sindsdien zijn we redelijk fanatiek aan het schrijven. Dus, cool. Dat was heel leuk. Schrijven en tekenen. Ook tekenen. Nee, ik heb 1 pagina van De Grote Boze Wolf heb ik getekend. Okay. Gewoon meer als een soort van bucketlist ding dat ik ook in de Donald Duck een pagina getekend heb. Ja, ik heb natuurlijk vroeger de Moppetrommel ook gedaan. Ja. En Wilma die doet heel veel voor de Donald Duck, dus wat leuk. Wel bekend bij de Duck. Ja. En Joep vraagt, zou je ook voor de Donald Duck willen tekenen? Nou ja, ik heb dus 1 pagina gedaan. En nou, stel dat ik nou geen ander werk zou hebben, zou ik dat wel proberen. En Grote Boze Wolf is toen, dat was 1 pagina van Grote Boze Wolf die ik gemaakt had. En dat ligt wat dichter bij mij, denk ik, dan Donald Duck. Donald Duck zelf, dat weet ik, dat denk ik eigenlijk niet. Grote Boze Wolf, die mag nog getekend worden, alleen Broek Konijndag. Ja, toch? Ja. Ja, terwijl die toch ook biggetjes wil weten. Ik weet ook niet wat daar... Nee. Wat zonde, want Broek Konijn vond ik vroeger echt super. Ja, we hadden ook Broek Konijn verhalen geschreven, maar die werden ineens... gecanceld. Ja, precies. Ja. En is, konijn is wel een beetje het thema van vanavond. Ja. Dus, laten we naar het volgende onderwerp hoppen. Ja, broer. Mooi. Ja, even kijken, en wat had je nog gezien, Kikker? Oh ja, ik heb Fallout gebinged deze week. Ik heb een leuke trailer. Zal ik die eens even laten zien? Moet eerlijk bekennen dat ik niet bekend ben met de game. Ik heb de game nooit gespeeld. Dat is best wel een oude game. Volgens mij in de jaren 90 al begonnen met deel 1. En volgens mij is het nog steeds doorontwikkeld naar hele toffe versies. Ja. Alleen, dit is een van de weinige series gebaseerd op een game die ik echt wel leuk vind. Want de hele boel vind ik meestal niet zo leuk. Mm-hmm. Last of Us vond ik trouwens wel leuk. Dat is ook een goed voorbeeld, denk ik. Maar heel toegankelijk en wel heel origineel volgens mij. Heel creatief. En ik weet niet of het volledig 1-op-1 de game volgt. Volgens mij niet, hè? Nee, dat is die, ja. Oh ja. Maar ik vond het... ik heb hem gewoon in 1 keer gebinged ongeveer. Ongeveer 2 dagen of zo, 8 afleveringen. En er wel van genoten. Hebben jullie hem ook gezien? Ja, nee, ik heb de eerste 2 afleveringen gezien. Echt geweldig. Ik ga hem ook doorbinge. Ik heb een beetje druk gehad met werk. Maar ik ga hem zeker kijken. Ja, nice. Fallout. Ben jij een beetje... heb je vroeger gegamed, Gerard? Of game je nog steeds wel eens? Of? Nee. Nee, helemaal niet. Ja, trouwens, we hebben wel dat... is dat Nintendo? Ja, NES. Ja. En Nintendo. Asterix was toen een spel. Van de Super Nintendo. Oh ja. Ja, ik denk het. Ja, maar het is niet echt blijven hangen. Maar ik vond het toen wel aardig. Maar toen waren de kinderen ook jong, die vonden het ook leuk. Ja. Maar ik ben niet echt een gamer, nee. En heb je ooit een computer gehad? Een Commodore 64 of een MSX? Nou, nee, ik heb wel eens van gehoord. Ja. Ja, dat zijn echt de jaren 80 computers. Ja, dat zeg ik. Ik heb het wel. Nee, we hadden vroeger. Ja, we hebben altijd Mac gehad eigenlijk. Ja. Wegen het werk van Wilma vooral ook te inkleuren. Ja. En teken je trouwens nou nog op papier of tablet? Ja, nee, ik echt op papier. Ja, ik heb wel een tablet waar ik op kan tekenen, maar daar rommel ik een beetje op. Maar dat is niet.
Nee, de echte tekenen doe ik al. Nee, ik vind het ook veel te leuk om ook met echt papier en met perceel bezig te zijn. Dus dat, En je hebt echt waarde, hè? Ik kan me heel voorstellen dat het moeilijk is om een digitale tekening te verkopen, maar als je de originele hebt. Dus doe je dat ook, dat je originele verkocht worden? Wel eens, als je dat naar vraagt. Of, ik heb ook katholieken ook wel eens wat gezet. Maar oh, leuk. Nou, je merkt wel dat strips als Dagboek en Felix Flux, die zijn natuurlijk qua origineel wel veel meer in trek dan Susan Sasso of ook de Knoop. Dat is wel, ja, toch wel, hè? Ja. Ja. Maar dat zijn ook strips meer voor de stripliefhebbers. Hè? Dat is wel een klein publiek, maar wel een publiek wat fanatieker koopt, denk ik. Ja. Even kijken, we krijgen hier een Fallout, groot Fallout-fan sinds deel 2 en laat seizoen 2 maar snel komen. Leuk. Ja, nee, ik heb nu Fallout heb ik gedownload op... Wat is het? Noopie. Komt ook een knoopje voorbij. Ja, nou ja. Ja, leuk. Ja, precies. Nee, maar ik heb Fallout nog gedownload nu voor de PlayStation en nu op de Steam Deck. Dus daar ga ik zeker mee beginnen. Had je nog meer gezien, Kikker? Ja, ik ben begonnen met een andere serie. Die heet Silo. Die staat op Apple Plus. En dat is eigenlijk een beetje een soortgelijke film als Fallout. Want die gaat ook over een post-apocalyptische wereld. Waar iedereen ook in een soort van vault zit. Maar dan silo's. Ja. En dan is er ook, er is ook een soort van twist aan het einde, zeg maar. Maar net iets duisterder dan Fallout. Want Fallout heeft ook nog wel wat humor en zo. Dit is wat donkerder. Maar okay. Best ook wel heel verslavend. Silo op Apple Plus. Nou, dan laten we daar voor een keer even een clipje van zien. Is wel leuk. Ja. En jij schreef nog naar mij dat je deze had gezien. Dat ben ik alweer vergeten. Maar welke is het? Oh ja, X-Men, of niet? Ja, de laatste aflevering, hè, aflevering 5. En die, dat was wel een tranentrekker, hoor. Dat was, ik weet niet of jullie hem gezien hebben, maar best een heftig eind. En dat ook echt wel heel andere... Nou ja, stijl dan de eerdere serie. Veel heftiger. Okay. Echt wel goed. Ja, oké. Okay. Dus ik denk, ik hoorde heel veel goede dingen over. Ja. Dus ik, wat mij betreft, ik ga hem zeker kijken. Ik heb één gezien, één aflevering van de nieuwe. Ja. Alleen, weet je, ik ben geen... ik kom uit 74 en toen dit 97 was, was ik net in mijn pubertijd. Net voorbij, dus was ik weer even van comics en strips af. Ja. Dus dat is toch een bepaalde leeftijd. You're too old, man. Ja, nee, en nu begint het allemaal weer. Dus dat is wel heel grappig. Je gaat zeker opkijken. Dit is voor mij zeker nostalgie van de zaterdagochtend, inderdaad. Ja. Van, Ja, ik kan me dat voorstellen. Hey, wat heb ik gekeken? Ik laat even zien. Ik laat even zien, voordat mensen dadelijk beschuldigd worden van allerlei dingen. Ik heb ze gewoon gekocht. Ik heb natuurlijk Gerard Levers dagboek. Hiervan kan ik al zeggen dat ik heb altijd een top 10 stripboeken naar deze van afgelopen jaar. Ja, dit is mijn ontdekking, kan ik vertellen. Ik heb echt zo hard soms moeten lachen. Dat had je ook, Kikker, hè? Ja, nee, het is, ik maak een beetje een soort van switch van comics naar strips. Dus iets wat ik vroeger echt nooit zou kopen. Nee. Maar nu heb ik er toch wel echt van genoten. Ja, ik ook. En dus ik wil ook zeker wel deel 1 kopen. Nou, ik kan hier... Martijn Daalder ook dat het... Ja. Nou ja, dat was voor mij de grote verrassing. Want toen was die man al een luis in de pels, volgens mij, van veel stripmakers. Maar wat grappig is, dat je had het zelfs even een stok met Barbara Stok. Ja. En was het ook echt zo? Of was het een zwaar overdreven in deze... Nou, ik was er al ondersteboven van een recensie. Dat was eigenlijk meer... Het probleem lag meer bij mij. Ik had het niet echt met haar aan de stok in die zin. Nee. 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 Maar dat is allemaal wel goed gekomen, hoor. Dus, dat is allemaal goed. Maar, want wij zijn sinds een paar jaar zijn we een beetje weer bezig met strips. En wat ons is opgevallen, en dat hadden we van tevoren helemaal niet door, dat er echt een beweging is. En dat heeft Kenny vorige keer goed uitgelegd. Tenminste, dat maak ik er nu van. Maar dat er mensen zijn die van de, ik noem even de Apple-strips houden, van de series, van de commerciële strips. De bananendozen. De bananendozen, inderdaad. Ja. En we hebben de kant van de mensen die meer in de graphic novel
zitten. De kunstige strip, hoe moet ik dat noemen? Heeft dat, daar had je ook een naam voor. VPRO gehaald. VPRO gehaald. Ja. En dat had ik helemaal niet door. Dat gewoon een issue was binnen de stripmarkt. Maar dat was in de tijd dat je dit schreef, was het ook natuurlijk al aan de hand. Ja, dat is wel al een tijdje. Ja, ja. Voel ik dat ook wel. Ja, Haarlem is bijvoorbeeld ook nooit, zijn nooit mijn stripdagen geweest. Nee. Ik ben er wel geweest hoor, maar ja. Ik heb er niet zoveel mee met dat. Weet je dat? Ja. Nou ja, dan moet ik even verkeerde dingen gaan doen. Ja, maar dat was toen eigenlijk al zo. En dat is wel apart, hè? Terwijl het zo'n klein het is gewoon een subcultuur, hè? Strips. Ja, strips bedoel je? Of, ja, strips ja. In het algemeen. En dat daarbinnen nog zo, dat je intelligentie wil laten onderscheiden in wat je leest. Ik vind het toch heel opmerkelijk. Ja, dus, nou, ik maak natuurlijk wel heel duidelijk strips voor de gewone man, zou ik maar zeggen. Voor ons. Of het gewone kind, een meisje. Maar, ja. Dus maar zijn strips ik zit niet zo in die hoek van de graphic novel, inderdaad. Nee. Ja, is hoewel dat niet bijvoorbeeld Mouse vind ik wel erg goed. Ja, natuurlijk. Ja, dus het is niet zo dat ik dat niet gelezen heb, maar... Nee. Daarom. Nee, maar het neerkijken op iets, dat vind ik al heel wonderlijk. Dat gewoon uit. Want wij zeggen heel vaak, wij vinden alles leuk. Ja. Hè, wij vinden, we vinden niet alles leuk, maar we lezen alles. We willen alles wel een kans geven. Ja, en wij kunnen genieten van een goede Suske Wiske. Ja. We kunnen genieten van een leuke Asterix. En we kunnen genieten van een goede graphic novel. Maar het is niet zo dat de een echt veel beter is dan de ander. Nee. Nee, en zeker van een Suske Wiske dat die zo is, maar dat heeft dus... Een pietere pop. Ja, die is van Gerard Leven. Die is ook voor mij. Ja, leuk. Dus vandaar dat hij... Ja. Ik vind ook dat iemand als Carl Barks of Franquin, die doet niet onder voor de grootste kunstenaars ter wereld, wat mij betreft. Nee, sterker nog, ik denk dat het heel moeilijk is om een goede serie te maken. Omdat je mensen altijd weer moet blijven betoveren. Ja. Dan een one-shot. Ik heb dit weekend, ik kan wel even dingen laten zien. Ik heb dit weekend een paar dingen gelezen. Pak deze er even bij. Dan kom ik even terug, want ik heb één strip gelezen waarvan ik dacht van... wat je heel vaak ziet van stripboeken, vooral van graphic novels, die zijn wel heel erg leuk. Alleen soms is het verhaal... ze proberen een bepaalde kunstige emotie bij je los te weken. En ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar... hier komt hij. Ik laat hem even zien. Ik heb wat nieuws. Ik heb deze gehuurd van de Biep. Maar ja, hoe moet ik jullie dit laten zien? Dit is de droefheid van de olifant. Volgens mij zien jullie deze ook gespiegeld. Ja. Even kijken. Dat is een beetje jammer. Nou, moet ik dat nog eens een keer uitzoeken. Misschien kan dat. Kan ik dat op deze manier doen? Is dat goed? Hij is niet gespiegeld hoor. Nee. Oh, wat goed. Oh ja, ik zie hem gespiegeld. Oké. Dit is de droefheid van de olifant. Het is een graphic novel. Gaat over een dik jongetje eigenlijk. Die eigenlijk opgroeit en gepest wordt op school. Maar hij vindt zijn wereld in een circus, want daarin ziet hij een meisje, die zie je dan hier in beeld, dit meisje, daar wordt hij helemaal verliefd op, en je ziet hem eigenlijk, dat meisje verzorgt trouwens een olifant, en je ziet dat ze een soort vriendschap ontwikkelen, en die vriendschap die gaat verder, en je volgt hun tot een jaar, totdat hij volwassen is, dat hij een eigen huis heeft en het eindigt natuurlijk ook met een olifant. Ik kan er niet te veel over vertellen. Is dit leuk? Ja, het is aardig om te lezen. Maar ik zat hiernaar te kijken en daarna had ik een Torgal gelezen. En toen dacht ik van, Torgal is veel commerciëler, maar toen begreep ik ook waarom Torgal zo goed is. Niet om dit helemaal af te kraken, maar je ziet gewoon dat het is heel moeilijk om in één boek je verhaal meteen te vestigen en zonder dat het cliché overkomt. En toen ik dit boek aan het lezen was, dacht ik van, ja, het zal toch niet zo eindigen. En ja, het eindigde wel op de manier waarop ik dacht dat het zou eindigen.
Is het de moeite waard, om dit, en dat vind ik ook iets van strips, dat wordt wel eens vergeten, om dit cadeau te geven. Als jij iemand hebt die van lezen houdt, en die wil je zien, en die houdt wat van, van de wat mooiere verhalen, geef dit eens een keer cadeau. Weet je, ga naar je stripwinkel en vraag om dit boek en laat het inpakken en geef het eens cadeau. Want dit zijn wel de boeken die eens een keer bij de mensen in de kast kunnen komen te staan, die eens een keer geen strips lezen. Dat is superleuk. Dus dat moet ik wel zeggen. Dat is zeker de moeite waard. Maar waar ik dit weekend echt van heb genoten, en die pak ik er ook even bij, dat is deze. Dat is, en nogmaals, ik heb hem gewoon hier, maar het is wat makkelijker om hem digitaal te laten zien. Dat is Glevers dagboek. Ik durf nu al te zeggen, ik heb hier zo van genoten. Dit is toch wel een van de leukste strips wat ik dit jaar heb gelezen. En die is van 2002, Gerard? 2012, geloof ik. 2012, oh ja. 2012. Maar de verhalen die erin staan, die beginnen al in de vorige eeuw, denk ik. Ja. Ja. Omdat ik maar 2 of 3 verhaaltjes per jaar maak, is het een hele, hoe zeg je dat? Het kan wel zijn dat er 10 of 15 jaar verschil zit in de eerste en de laatste strip in dit album. Ja, want dit is Hervo. Hervo, dat was een beetje jouw god, hè, vroeger? Ja, die had ik zelf bedacht, ja. 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 En dat was een soort, hier zie je eigenlijk om een soort draak was het? Wat... Ja, ja. Ja, hè? Ja. Ik vind het wel heel leuk. Het is, Dat is ook leuk om dat in beeld te brengen dan. Hè? Dat heb ik natuurlijk vroeger niet. Ja, vroeger heb ik daar ook tekeningen van gemaakt trouwens, van Hervo. Ja. Toen ik dat bedacht had. Ja. Maar toen gingen kinderen wat al te serieuze vragen, die gingen erin mee. Ja. En die gingen wat al te serieuze vragen stellen. Toen ben ik me afgehaakt. Want toen wist ik ook niet meer hoe ik het geloof verder moest uitleggen. Maar dat is het hondje wat is overleden. En, ja, zielig. Zielig, ja. Hè? En Dopie. En Dopie zo. Maar dat is wel leuk, want eigenlijk heb je het verhaal over dood en sterfelijkheid komt natuurlijk hierdoor. Dat je dit aan je kinderen moet gaan vertellen. Ja. Dus dat is... ik geloof niet dat dan weer echt gebeurd is, maar die twee dingen heb ik gekoppeld, ja. Ja, precies. Ja. En dit vond ik natuurlijk fantastisch. Ja. Iedereen vindt me geweldig, behalve Martijn Daalde, daar moet ik wel goed zijn. Ja, hij had een keer een negatieve recensie geschreven, dus dat kon ik in die tijd niet zo goed tegen. Dus nee. Wat schreef hij dan, Gerard? Wat schreef hij? Dat was over Felix Flux. Ja. De figuren met een rubberen anatomie, kan ik me nog herinneren, dat hij dat schreef. Dus, maar goed, Dus eigenlijk was het toen ook een vlegel met een mening. Ik zat er toen wel een beetje mee. Ik kon daar niet zo goed tegen vroeger. Maar eigenlijk, Gerard, was hij toen ook een vlegel met een meninkje. Ja. Ja. Ja, ik weet niet of hij gediend was van dit plaatje, maar... Nee, dus, als je daar niet tegen kan. Nee, maar hier dus superleuk. En moet ik echt zeggen, ik heb gisteren weer uit de kast gehaald. Ik had hem al eerder gelezen, maar weer hard op zitten lachen. Mm-hmm. En jouw tekenstijl is natuurlijk geweldig. Ja. Want dit is altijd zo, hè, met als je hiernaar kijkt. Dit is toch zo'n herkenbare tekenstijl wat je hebt, maar ook zo ontzettend leuk. Dus, het zit natuurlijk echt wel in die Eppo-hoek van vroeger. Hè? Ja, en daar zijn wij fan van. Ik bedoel, dat vinden heb jij wel... eigenlijk voorbeelden, Gerard, vroeger, toen je begon? Ja, vroeger wel, ja. Toen met name Asterix. Oh ja, vanuit de grote neus. Vanuit die grote neus. Ja, geweldig. En later ook een heleboel andere mensen. Ja, zoals Wilbert Pleina was altijd heel belangrijk. Ik zou bijna zeggen voor ons, voor een hele generatie. Dat was echt een soort... die inspireerde ons wel heel veel. Ook Kees de Boer bijvoorbeeld. Ja, want daar heb je de Flux meegemaakt, toch? Met Kees de Boer, ja. Ja, precies. Dus, en ik heb nog heel even, dat is een beetje de good old times, heb ik nog even erbij gepakt. Pak er ook nog even bij. Octo Knopi. Ja. En ik moet zeggen, dat blijft ook dit. Trouwens, ik vraag het voor een vriend, maar zijn Octo Knopi's ook nog gewoon te bestellen als pop? Oh. Nou, we hebben er inmiddels 4 zelf gemaakt.
onze kleinkinderen hebben er een. En we hebben toen voor de tentoonstelling in Groningen... kwam er zo'n octoknopiekamer in het Stiermuseum. En daar heeft Lonneke, mijn dochter, heeft er een pop van gemaakt. En toen heeft ze er gelijk twee gemaakt, hadden we er zelf ook een. Staat ook in het Glevers Dagboek. Ik gebruik hem wel eens inderdaad, dat die ook echt bestaat. Ja, precies. Ja, maar dus er zijn er een paar van. Echt ook. Dus niet te bestellen. Nee, zonde. Nee, want dit is echt zoiets dat je denkt van, ja, deze past natuurlijk bij iedere, in de kamer van iedere stripliefhebber. Ja. En met zijn fictieve vriendje die eigenlijk alles kan, maar eigenlijk wel stiekem allemaal echt gebeurt. Want dat is wel heel cool. Ja, top. Dus daarvan genoten. En dan nog één dingetje wil ik even behandelen. Waar ik... even deze even weg. Wat ik... jullie weten, mijn verslaving, waar ik op dit moment verslaafd ben, is Storgal. Oh ja. En ik kreeg vorige week de vraag van een aantal mensen van... Jacques, met welke Torgal moeten we eigenlijk beginnen? Mm-hmm. En ik heb echt een hele leuke tip. Als jij met Torgal wil beginnen... hoef je nog niet te beginnen met de hoofdserie, maar eigenlijk, ik vergeet niets, dat is Chris van Valnor. Zij is een beetje de bad guy, zo kun je een beetje zien van Torgal, maar ook weer niet, want zij, ze is lomp, ze is manipulatief, maar toch heeft ze een zwak hart voor Torgal. En ik vergeet me niet, zie je haar origin story. En het begint eigenlijk dat zij in een van de Torgal afleveringen, dan moet ze Torgal redden. En je hoort dat ze in een vallei zit en dat ze moet ontgelden. En ze wordt eigenlijk bijna doodgeschoten door een pijl. En dan komt ze Valhalla terecht. Tenminste in het voorportaal van Valhalla. En dan moet ze laten zien dat ze... dat ze door mag gaan naar Valhalla, maar degene die daarover gaan, die twijfelen nog. En dan wordt ze teruggestuurd naar aarde om toch haar moed te bewijzen. En dan zie je, dan zit ze voor dat gerecht en dan gaat ze vertellen hoe ze Chris van Valnor is geworden. En dat het eigenlijk weer een konijn. Wat zei, weer een konijn? Ja, die konijnen, wat ik al zei, konijn, als we één keer hebben, die komen gewoon terug, hè? Ja, maar ze gaat hier, en de tekeningen zijn ook prachtig, maar ze gaat eigenlijk hier vertellen hoe ze als kind is misbruikt. En niet alleen seksueel, maar ook door alle dorpsgenoten aan ketting is gelegd. Omdat ze allerlei klusjes moest doen, omdat ze omdat ze niet helemaal zuiver was. En je ziet hoe zij langzaam maar zeker wraak neemt op die dorpgenoten en hoe zij Chris van Valnor wordt. Dus als je wil weten wat van soort strip en wat van emotie en wat er eigenlijk allemaal bij kon kijken, is dit een hele mooie, schitterend verhaal. Dus je kan gewoon deel 1 en 2 kopen. Koop eerst even deel 1 en kijk of dat wat is. Mm-hmm. En deel 2 gaat verder bij het verhaal van deel 1. Dus je kan het zien als een soort tweeluik. Dus Chris van Valnor. Deel 1 en hij heet Ik vergeet niets. Zeker de moeite waard. Oké. Mooi. Dus dat zijn die series. We hebben nog even een aantal zaken gekregen wat ik toch nog even wil behandelen. Ik zie Manon die schrijft heel leuk, Glevers Dagboek, echt genieten. Kan Martijn Daalder dat ook nog? Dus... ik denk het wel. Voor andere dingen misschien. Ja, ik denk het ook. Even kijken. Dan Dutch Luke Luc zegt... mijn oom Frank Herzen maakte met Uco van Egmond het bordenvolkje. Heeft ook meegewerkt aan Taptoe, Okie Jippo, de Kanjekrant en de Don Duck. Ik vraag me af of Gerrit hem nog herinnert. Frank Herzen, nee, niet direct. Even kijken, hij heeft ook meegewerkt. Nee. Hmm. Nee. Nou, misschien als ik hem zou zien wel, maar ik de naam... Nee. Nou ja, dus het kan zijn dat hij nog een keer oppopt. In, zou ik wel in dezelfde hoek zo te zien. Maar. Ja, precies. Ja. Jacques Kelno zegt van, ik zie Gerard weinig op beurzen signeren. Heeft dan een reden? David liep hij wel rond als bezoeker. Hm. Nou, ik ben wel in Breda geweest. En, wat heb je nog meer? Toen destijds Rijswijk zat je ook nog wel eens. Rijswijk, ja, ik zit er wel eens. Ja. Ja. Zeker. Maar ik als ik jouw dagboek mag geloven, hou je niet heel erg van signeren, althans. Nou, dat is geweldig. Nou, ik vind, wat ik altijd wel...
jammer vind als je weinig te doen hebt. Hè? Ik zit wel liever iets te doen. Ja, dat is ook logisch. Maar... Ja. Dus op de Tina Festival zit ik natuurlijk ook. En er staan een hele rij. Dus er gaat echt een loop. Ja, dat is weer te veel misschien. Maar dat is toch wel leuker dan dat je echt zo zit te wachten tot er weer iemand... Dat is wel een heel verschil tussen stripbeurs en dan zoiets voor mij dan. Hè? Voor mijn grappig, genre strips. Ja. Ik kan me dat wel voorstellen. Ja. En ik las deze week, of wanneer was dat? Was dat vandaag? Nou ja, weet ik niet meer. Dat de datum voor de Eppo stripdag, was dat 22 juni uit mijn hoofd? Ja. Hè? Ja. Ben jij er ook bij, Geert? Bij de Eppo stripdag van uitgeverij L? Ja? Nee, ik ben nog niet uitgenodigd. Nee. Ik weet niet wat het is. Is dat een speciale beurs van uitgeverij L? Ja, precies. Oh. En dat komt, ze hebben de PEP, die wordt dan gelanceerd. Hè? PEP nu, ja. Ja. Van Ger Apeldoorn. Ja. En ook omdat zij ontbreken in Haarlem, hebben ze een smart alternatief bedacht. We gaan een Eppo-dag organiseren. Oh, okay. Ja. Dus dit is hun antwoord eigenlijk op Haarlem. Ja. Ja. Nou, dan wacht ik de uitnodiging af. Ja, dus Rob, bij deze. Gerard wordt er gewoon thuis. Dus, ja, superleuk. Ik kan niet anders zeggen. Ja. Dus wij verheugen, wij gaan er zeker toe. Ik ga er naartoe. Gaan jullie er ook naartoe? Ja, ik heb me aangemeld. Ik zei al, als ik onverhoopt moet werken, want dat gaat mogelijk gebeuren met de drukte op werk op zaterdagen, dan hou ik me daar in ieder geval... Dan hoop ik dat ik vrij geroosterd word. En is dat ook gewoon bij de uitgeverij? Of... In Oosterhout. Nee, in een Oosterhout. Ja, dus helemaal leuk. 22 juni, dus zet hem alvast in de agenda en die uitnodiging komt er zeker. Ja. Ja, het is tegelijkertijd met Dutch Comic Con, waar ik trouwens kaartjes voor heb. Ja. Maar dat is op de Eppo-dag is op een zaterdag, denk ik. Ja. En dus Comic Con is natuurlijk zaterdag en zondag. En vrijdag tegenwoordig ook, geloof ik. Dan kan het. Hele goed. Hele goede opmerking van Dutchlines. Vergeet niet de livestream te liken, mensen. Dat klopt. En ook nog een andere vraag. Dus klik even op het duimpje. Dat zouden we superleuk vinden, want dan zien meer mensen dit. En de dag later is die ook te horen als podcast op Spotify. En dan kun je tegenwoordig ook reviews geven. Dus geef ons even een review op Spotify, want dan gaat dat ook weer omhoog. Dus dat zou superleuk zijn. Even kijken. Ja, dan hebben we het eigenlijk over niet alleen jouw werk, maar we hebben het ook even gehad, Geert, over bananendozen. En natuurlijk ook, heb jij deze week nog wat leuks gelezen trouwens, Geert? Ik ben dus in Deventer geweest, maar dat is niet deze week. Hè? Nee. Ik heb er pas geleden, jullie hadden het net over films, ook een beetje met heb ik wel een goede film gezien, maar ik weet niet meer hoe die heet. Met Julia Roberts, een vrij nieuwe film. Ook een beetje een apocalyptische film. Alle internetdingen vallen uit. En Obama, toch? Die film? Of niet? Ja, Obama heeft dat geproduceerd. Of gefinancierd. Maar ik vond het wel een goede film. Is dat Leave the World Behind? Ja. Heb ik ook gezien. Leuk. Ja. Ja, goede film. Het was wel een beklemmende sfeer ook. Dus om ook even mee te praten over films van in de... Hoe zeg je dat? Armageddon? Of nee. Ja, aan het eind ging er wel een bom, geloof ik. Heftig. Ik bedoel, ik weet niet hoe jullie afgelopen weekend hebben gekeken naar de tv, maar op een gegeven moment dacht ik, word vandaag nog wel normaal wakker. Hè? Alles wat er gebeurde in het nieuws. De dreiging is groot. Er komt een tijd dat strips vanzelf weer populair worden. Maar dan hebben we helemaal geen elektriciteit meer. Dat zou zomaar kunnen, hè? Bewaar ze goed, jongens. Wat zei je? Bewaar ze goed, jongens. Bewaar ze goed, ja, ik wil net zeggen, ja. Bananendozen en strips. Geert, ik heb jou gevraagd, kun jij een top 5 van jouw strips, waarvan jij zegt, als ik, dus niet in Haarlem, maar een andere beurs, daar hebben ze bananendozen, en je ziet die, dan moet je ze daar even uithalen. Welke 5 strips zou jij... Ik heb hier een paar liggen. Oh, 5 om precies te zijn. Ja, top. Ik weet niet of het te zien is. Nou, het is allemaal bekend werk, hoor. Dus ik ga jullie niet enorm verrassen, denk ik. Nee, mooi. Maar deze hele Karl Barks-serie, die komt wel in de kast te staan. Prachtig. Ja, graphics. Je bent echt een fan van dit werk? Van Karl Barks met name, ja. Heb je ook een favoriet figuur uit Dukstad?
Nou, ik vind juist eigenlijk alle figuren bij elkaar zo mooi. Ja. Met hun eigen karakters. En, ja. Want ja, Karl Barks heeft natuurlijk behalve Donald Duck en Kwik-Kwek en Kwak, geloof ik. En Katrien, weet ik eigenlijk niet. Maar de rest, zo'n beetje alle andere figuren bedacht. En ja. Dukstad. En die heeft daar een heel universum van gemaakt. En dat vind ik juist zo mooi bij elkaar. Dat hele, al die karakters bij elkaar, die op elkaar inwerken. En, ja. 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 Maar ja, Donald Duck is natuurlijk wel een mooi figuur. Ja. Zat jouw werk nou elke week in de Donald Duck, Gerard? Nou nee, op het moment niet. We hebben vorig jaar en het jaar ervoor hebben we alle achterkanten geschreven. Oké. Okay. En ja, toen stonden we dus elke week in. Maar tegenwoordig, we hebben nu de nieuwe achterkant, hebben we er 10 van geschreven, geloof ik. Oké. Okay. En af en toe hebben we dan in binnenwerk, waar staat af en toe wel een verhaaltje. En we staan ook wel in Katrien, in het blad Katrien, schrijven ook wel voor. Dus, Tekende die Henrik of Tim die nou? Nou, dat was dat eerste jaar dat wij dat op de achterkant deden, was het om en om, of niet helemaal om en om, want Tim deed meer. Ja. Tim en Henrike, ja. Tim Arts en Henrike Goorhuis, ja. Dus dat was goed. Ja, mooi. Dat zat goed in elkaar, ja. Ja. En Wilma kleurt het in, dus ik sprak toen een beetje van een dream team. Hè. Dat, ja, wat geweldig. Ja. Wat geweldig. Marvin, en het jaar daarna was, de Spanjaard, waarvan ik even niet op de naam kom, maar die vind ik ook erg goed. Welke? Ik kom even niet op de naam. Ah. Marvin, heb jij een favoriete figuur uit Dukstad? Dagobert, denk ik toch wel. Dagobert. En jij, Kikker? Donald Duck, denk ik. Ja, hè? Ja. Ik heb zelf ook Dagobert. Ja. Dagobert Duck vind ik, dat is een mooie... Jullie zijn ook zulke kapitalisten, jullie twee. Nee, ja, maar weet je... Geen geld, maar spullen. Ik heb heel veel managementboeken. En ook voor mijn andere podcast Boekenhelden. Gaat altijd over marketing, over management. En Dagobert Duck is voor mij de figuur waar, het figuur waar die twee werelden gewoon samenkomen. Ja. En hij weet gewoon dondersgoed dat je toch wel heel uiteindelijk wel moet samenwerken om geld te verdienen. Ook al is het een vrek. Ja. Ik weet wel, in de jaren 70 was er ook zo'n boekje wat nogal wat Disney en Dagobert nogal neerzetten als... kapitalistisch, ja, dat is hij natuurlijk ook, maar ik denk juist dat het kapitalisme ook een beetje belachelijk werd gemaakt door... Juist. Dus dat sloeg ook nergens op om daar zo'n kritiek op te hebben, zeg maar. Nee, maar ik vind het heel leuk. En natuurlijk Scrooge heet hij natuurlijk in Scrooge Duck. En dat weten heel veel mensen niet. Die denken, nee, dat Scrooge is toch van Dickens. Ja, natuurlijk is van Dickens, maar... Ja, zullen we het top 5 afmaken? Of, leuk! Ja, Ton en Tineke heb ik. Frank Heij eigenlijk. Leuk! Ik vind het heel moeilijk om één boek te kiezen. Want Frank Heij heeft natuurlijk zoveel mooie dingen gedaan. Maar goed, ik dacht ik pik er maar wat uit. Hoe gaaf is het dat jij dan deze ook een bijdrage hebt mogen leveren van August? Oh, August, ja. Inderdaad, ja, ook heel leuk. Ja. Dat vond ik ook wel heel erg gaaf om jouw stripje daarin te zien. Ja. Ja. Marvin heeft alles, hè? Ja, Marvin heeft echt een klein stapeltje. Dat was wel grappig, want ik kwam Daan Jippers een keer tegen op een beurs en die vroeg of ik ook gevraagd was voor dat boek van Slaven. Ja. Dat was dus niet zo. En hij zou mij dan mijn naam dan noemen. Ja. Dus dat was wel heel aardig. En toen kreeg ik een tijdje later een brief van de uitgever dat ik uitverkoren was als een van, ik weet niet hoe het precies stond, maar het leek net alsof ik een van de eerste was die gevraagd zou worden. Oh ja. Terwijl ik wist dat al maanden speelde en dat door Daan pas... Die heeft toch wel invloed. Ja, wat geweldig. Ja. Maar, hey, mooi. En volgens mij Willem Ritstier had dezelfde, hè? Die had ook dit boek, toch? Uitgekozen van zijn top 5. Ja, ik hou ook wel van die... het is een beetje, ze noemen dat atoomstijl, geloof ik. Hè? Ja. Die oude Frankair-stijl, daar hou ik ook wel echt van. Ja, die nieuwere ook, daar gaat niet om. Maar dit is wat minder kriebelig, zou ik maar zeggen. Dus wat strakker. Ja, mooi inderdaad. De oude Robidoux-stijl ook. Dus dat vind ik wel erg mooi. Ja. Ja. Nou, maar toevallig... Dus is natuurlijk ook geweldig. Hè? Toevallig zag ik deze... bij Signor Hernandez. Dan zat ik te denken, zal ik het nog meenemen of niet? Heb ik het niet gedaan, maar ik ga het nu wel doen. Ja, daar is er integraal van, hè? Ja, integraal is er nu van. Ja, voor mij heeft hij dezelfde cover. Maar, nee, klopt. Maar dan Ik moet nog zeggen, ik ben geframed.
Geframed. En geframed is dat je, moet je maar eens kijken, framing. Dat is als je mensen een bepaalde hoek op wil laten denken. Politici doen dat bijvoorbeeld heel erg. Yeah. Om een ander iemand een beetje zwart te maken. Of dan word je iemand geframed. Dus als ik zeg dat Marvin de hele dag chips eet en zo lui is als puntje, ben ik je op dat moment aan het framen. Dat je wegzet als een bepaald iets. Nou, er is trouwens een hele leuke podcast van. Die heb ik een keer opgenomen erover. Als mensen daar meer over willen weten. Heb ik hem hier zitten? Ik dacht dat ik hem... Ik heb hem hier nog erg. Nou ja. Volgens mij de framemeister, de framemeesters van Boekenhelden. Als je daarop zoekt, dan weet je precies een beetje wat dat is. Alleen, ik wil dus even met jullie hebben over framen. En dan gaan we door met de bananendozen. Want we hebben natuurlijk de hele tijd gehad over strips uit bananendozen. Ja. En mensen hebben er altijd een beeld bij, hè? Ja. Van, ook door Haarlem, die hebben dat stuk geschreven in de kunst over de bananendozen. En dan denk je altijd een beetje aan groezelige strips, hè? Bananendozen, denk je aan die Suske Wiskes die helemaal verkleurd zijn, waar de pagina's uit elkaar vallen. Nou, dat beeld. Alleen, het is toch achteraf, het is gewoon vreemd. Want als je het kijkt, wat niet welkom is, de bananendozen, daar gaat het niet om. Het gaat niet om de verpakking. Maar het gaat om de tweedehands strips. Ja. En als je dan even daarboven denkt, ik weet niet wat jullie doen, maar als ik naar een stripboekenzaak ga, dan kijk ik altijd even van waar de tweedehands strips zijn. Want daar zijn meestal, dat zijn die schatkamertjes, hè, waar je nog leuke dingen vindt. En waarvan je denkt... Ja, en het is ook een soort van rare misplaatste jaloezie voor de al bekende reeksen, weet je wel. Je hoort ook heel vaak, weer voortbeduren op weer een bestaande reeks. Ik denk, ze zijn natuurlijk niet voor niks populair. Dus waarom zou je daar niet door mee kunnen gaan? En daarnaast, als jij iets heel moois neerzet als nieuwe reeks en het wordt populair. Nou ja, neem Suus en Sas bijvoorbeeld. Ik bedoel, dat is voor die doelgroep gewoon ontzettend populair. Dus maak gewoon wat nieuws en laat ons ook onze bekende reeks sparen. Dat ja. Ook. Het is toch gewoon allebei mogelijk. Ja, maar moet je voorstellen, dus de hele tijd, we hebben het ook steeds gebruikt, bananendozen. Maar als je dan, het gaat helemaal niet over bananendozen. En dat is die framing wat je dan hebt, dat smoezelige, dat groezelige. Nee, het gaat over tweedehands strips. Nou ja, heel eerlijk, denk eens aan een comicbeurs voor, hè? Comicbeurs, zonder tweedehands comics. Ja, dat kan niet. Ja, nee, maar dat is toch grappig, in die wereld is het heel normaal. Dat is helemaal netjes back and board. Het is allemaal, je hebt natuurlijk altijd wel nieuwe. Maar in die beurzen staan gewoon tweedehands. En dan denk ik, en daar gaat het dus om. En nu viel bij mij de afgelopen week het kwartje. Ik was die frame meester aan het luisteren. Of de framemeesters. Mm-hmm. Van boeken hebben mijn eigen podcast. Ook wel sneu als je eigen podcast weer terugluistert. Maar goed, het ging over dat boek. En toen dacht ik, eigenlijk is dat ook zo. Van een bananendoos is een frame. Wat gebruikt wordt. Maar het gaat gewoon om tweedehands strips. Ja. En toen begreep ik het opeens niet meer. Waarom zijn tweedehands strips dan opeens niet welkom? Ja. Tweedehands graphic novels, dat kan denk ik wel, of niet? Ja, dan wel. Ja, tenminste... Misschien niet in een bananendoos. Maar niet in een bananendoos. Nee. Was dat, toen jij net begon met strips, Geert, was dat toen ook al iets met tweedehands strips of bananendozen? Wanneer is dat geboren? Ik werkte zelfs in een stripwinkel toen ik een jaar of 15, 16 was. In stripwinkel Wammers in Bussum. Ja. En nou, dus ook een bak met tweedehands staan. Ja, dat was wel normaal. Ja. Maar dat is toch ook leuk? Ja. Ja, we werden daar toevallig in op. Ik weet ook niet wat er op tegen is, maar... Nee, met platenzaken, hoe leuk is het niet als je een vinyl hebt en je zit in die tweedehands vinylplaten. Ja, ik vind dat gaaf. Ja. Boeken... Ja, er is ook helemaal niets mis mee, maar... We zien het als armoedig, terwijl dat het niet is. Nee, maar... Ik begrijp het ook niet. Meerten zegt, Jacarino, het gaat echt wel om de bananendozen hoor. Het heeft niet alleen met het soort strips te maken, maar ook dat het tegen het verleden aanleunt. De tijd dat bananendozen hun intrede deden. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat strips, laat zeggen twee dan strips in een houten bak, die zijn dan wel welkom. Ik denk het niet. Nee. Ik denk niet dat ik denk niet de bananendozen gediscrimineerd worden hoor. Nee, ze associëren het met bananendozen, omdat het daar vaak wel in zit. Maar... Ja, dat is het.
Ja, maar... ja, nee, maar ik wilde te zeggen dat de stripverzamer heeft altijd zijn linnen tasje, weet je wel? Dat is ook wat ook uit die tijd komt. Dat hoort er ook een beetje bij, ja, bij dat beeld. Ja, ja precies. Ja. Ja, dus. Ja. Hey, maar dus, dat was mijn framing. Ik dacht van, hey, ja. Wauw. Maar we zijn jij werd geframed als liefhebber daarvan? Of wat was de framing precies? Nou, de framing toen was dat wij als oude klassieke stripliefhebbers, wat ik gewoon niet ben, want we waren net begonnen, ja. Dat wij handtekeningenjagers ben, wat ik ook niet ben. maar het was een beetje de keuze tussen de bananendozen, toch, Marvin? Bananendozen en ene kant en de andere kant. Dat was het negende kunststukje, was dat. Ja, ja, oké. Dan zal ik dat eens gaan lezen. Ja, ja, dus we zijn heel benieuwd wat je daarvan vindt. Maar ja. Oké. Dus de bananendozen frame vond ik superleuk. Denk daar maar eens over na. Het gaat over tweedehands strips. Je kunt het wel moeilijk loslaten, hè, Jacques? Nou ja, wat ik heel leuk vind, want het leeft nu nog steeds. Het is weer actueel, hè. Door Haarlem is het weer actueel. Ja, ik zie het gewoon als een keuze. Ik bedoel, Haarlem kiest gewoon niet voor tweedehands strips. Ja, nou ja, dat is een keuze. Ja, dat is prima, en, dat moeten ze zelf weten. Ja, en we gaan naar Gouda voor. Ja. We gaan naar Gouda voor de tweedehands strips, ja. Of naar een andere beurs. Nou, dat vind jij ook, hè, Gerard? Gouda. Daar ben ik al een tijd niet geweest, maar ben ik vroeger wel geweest. Ja, dat was wel een leuke beurs, volgens mij. Ja. Misschien jij bij de komende editie er, trouwens? Nee. Oh, dat niet. Oké, dat vroegen ook mensen. Nee, ja. Nee. Nee, Breda ben ik sowieso altijd wel. Dan wel. Oké, leuk. Ja. Ja, nee, het zit me inderdaad dwars. En dat mag ook. Je hebt nog een paar boekjes, toch, Gerard? Of een stuk of twee? Ja, een andere favoriet, dat is Machiro. In dit geval. Leuk. Dat is deze. Doe het wel een beetje uit elkaar. Maar ik heb er nog eentje. Of ik heb er nog dit is nou typisch bananendoos, vind ik. Ja. Ja, dit is echt bananendoos, hè? Ook helemaal verkoppeld. Klifton. Ja, Klifton in New York. Ik vind Chlorophyll en de eerste paar snoesjes ook heel leuk. En ja. Poezekat. Ja, ik ben een enorme Machiro-fan. Ja, ja. Oh, dat betekent ook. Ja. Ja. Is er ook een integraal van, trouwens? Ja, ja, ja. Die krijg ik van Michael Minnebo. Zowel van Klifton als Chlorophyll zijn integralen van, ja. Ja. Oh, cool. Ja, dus, Michael die geeft jou die cadeau. Die Chlorophyll, die gaat ze wegdoen en ik zeg kom maar. Daar hebben we nog eentje over, denk ik, of niet? Toch? Twee nog zelfs. Nog twee, ja, woe! Nee, nou, ik doe het even snel, ja. Ik kan ook zes andere delen kiezen, maar... Oh, wat goed, de kampioen. Deze, van vroeger wel, het is ook wel veel jeugdsentiment, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Waar was je toen lid van de PEP? Of ja, Pep was echt mijn blad, ja. Dat was jouw blad, ja. Ja. Heb je ook meegedaan trouwens aan de Pep nu? Nee, dat is een beetje een pijnlijk punt. Vertel. Ik ben niet gevraagd, dus... Foei, Ger, ome Ger. Ja, ome Ger, hoe kan dat nou? Ja, dat moet je aan hem vragen, denk ik. Ja, ja, ja. Maar ik vind het wel jammer, maar goed, het is niet anders. Ja. Ik ga er ook niet over. Nee, maar jij, wanneer wist je ervan? Of heeft hij misschien alleen maar mensen gevraagd die... Nee, ook niet, hè? Die volgende pack hebben gewerkt. Ik had ook misschien achteraf mezelf moeten aanbieden. Dat, dat is altijd goed. Dat had ik misschien moeten doen. Maar dat heb ik niet gedaan. Nee, nee. Maar goed, het is ook geen ramp. Maar, Ik voel een dagboekstripje aankomen. Ja. In het volgende dagboek refereer ik er al even aan. Ja, hè? Ja, ja. Maar die nu volgende week een app ook op. Ja, leuk. Ja, wat top. Maar, nee, ik vind het wel jammer, maar goed, dat zeg ik. Ik ga er niet over. Dus, Nee. Dus, eigenlijk zou het wel een oppepper zijn voor Pep. Als jij. Nee, ik had het ook leuk gevonden. Ja. Nou, dan gaan we naar de laatste. Ja, dat is dan uiteraard deze. Is er iets met een konijn? Is dit een konijn? Nee, is geen konijn. Nee. En welke is dat? Daar is er maar één van, hè? Oh, 2 voor 2 is dat? Bernard Voorzichtig. Oh, Bernard Voorzichtig van Daan Jippes. Ja. Oh, die ken ik helemaal niet. Waar gaan we het over? Je maakt nu een grapje? Nee, die ken ik echt niet. Nee. Ken jij hem, Kikker? Nee. Nee, wij kunnen hem twee. Ja, ik ken hem wel. En waar gaat het over? Nou, dat is eigenlijk is dat een legendarisch boek. Ja? Het gaat over een theemagnaat die overlijdt en zijn kleinzoon neemt de boel over.
Die moet dan op een gegeven moment is de thee heel vies. En dus dan moet hij naar de. hij moet ervoor zorgen dat de thee weer de goede leverancier daarvoor. Martin Lodewijk heeft dit toch ook geschreven? Martin Lodewijk heeft geschreven en Daan Jippes heeft getekend. Ja, prachtig. Er zijn meerdere versies van. Dit is de eerste, want die ligt ook al behoorlijk uit elkaar. Zijn laatste paar originelen ook weer verkocht op Katerwiki. Ja, klopt, ja. Nee, het mooie is, hij heeft er 3,5 jaar over gedaan, over het boek, Daan Jippes. En het heeft allerlei verschillende stijlen. Hij is ook een paar keer is in een half jaar gestopt. En je ziet dan begint hij weer en dan is de stijl weer totaal anders. En dan is hij weer heel erg beïnvloed door Floyd Godfredson van Mickey Mouse. Ja. En dan in het begin meer door Morris. En door, ja, in ieder geval, het is wel heel, het is een beetje, vooral voor tekenaars, voor collega-tekenaars is het een heel belangrijk boek. En dat hoor leuk om te zien hoe die stijlen dan veranderen. Daan Jippes is toch eigenlijk kun je wel zeggen dat hij... De grootmeester. Vooral in Pep, hè, was hij, dat was toch zijn. Hij maakte covers van Asterix, onder andere, heeft hij geschilderd. Hij heeft ook voor Aladdin storyboards getekend. Hij heeft heel lang voor Disney gewerkt. Ja, voor Disney ook in Amerika. Hij staat natuurlijk ook bekend dat hij alle stijlen kan nadoen en dan beter dan de oorspronkelijke tekenaar. Dus, Kijk, ik heb nou van iemand, ik ga geen namen noemen, ik heb nu even een e-book gekregen van T voor 2. Dus zo snel gaat het. Dat kan ik even bekijken, dus dat is wel leuk. 2 voor T. Ja, 2 voor T. Ja. Dat je niet een ander hebt gekregen, maar... ja, en... en Daan Jippes had de Schipstrapsprijs 2001 gewonnen. Ja. En, maar die heb jij ook geplakt. Wat zeg je? Ja. Je hebt ook een stripschap, Penny. Ja, een stripschapprijs. Stripschapprijs ook, maar ook penningen, ja. 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 Ja, dus maar Daan Jippes is echt wel een groot voorbeeld voor mij en ook wel heel veel tekenaars in Nederland, denk ik. Ja. Zeker. Oh, leuk. Nou, dan ga ik daar eens even induiken. Volgende week ga ik eens even jullie delen de strip. Eens kijken wat mensen ervan vinden. Maar eigenlijk staat die, als je een top 5 moest maken, hè, dat heb je nu gedaan. Welke staat voor jou echt op nummer 1? Dat je zegt, nou die moet je eigenlijk... Ik vond die 5 al vrij moeilijk, maar... Die maak ik me wel heel moeilijk. Ja, ik denk dat ik dan toch kies voor Barks. Ja. Omdat hij zowel als tekenaar en als schrijver de top is. Ja, wat leuk. Nou, dan gaan we iedereen even Carl Barks. Iedereen heeft wel wat van Carl Barks, denk ik, in de kast. Dus dat is... En dan volgende week gaan we daar ook eens heel even induiken. Oh, ik zie nog zei net ook dat Daan Jippes veel kan tekenen, maar ik heb hier bijvoorbeeld een leuke cover. Maar jij kan het ook. Ja, ik voel me ook bekend voor. Jimmy, Looney Tunes. Op een gegeven moment heb ik ook wel veel van dat soort dingen gedaan. Met andere figuren. Billy Turf heb ik ook veel covers voor getekend. Deze ook. Die staat daar denk ik ook. Ja, klopt. Ja. En hier heb ik ook inderdaad met Billy Turf voor. Ja. Oh, wat ik heel grappig... Ik lees dan net Meerten, dat vind ik wel heel grappig. Een discussie die 40 jaar woedt, weten wij dus ook niet... Het gaat om de grafische strip versus de traditionele strip. De discussie loopt al 40 jaar. Hmm. Ik denk nu dat als een discussie 40 jaar geleden liep van een grafische strip, is het al meteen nu al een traditionele strip. Oh. dus die, ook dat wordt weer ingehaald, toch? Ja, dat is dan ook al... Ook nog dat er wel weer wat nieuws aankomt. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Nou, leuk. In Haarlem misschien. Ja, je weet het niet. Dus het uurtje is alweer voorbij. Het vliegt weer voorbij. We hebben even elkaar strippassie weer laten kloppen. Ja. Waar mensen jou natuurlijk, als ze nu naar de stripboekenzaak rennen en ze willen iets van Gerard Lever. Het zijn allemaal over het algemeen mannen. Dan denk ik toch, is de Felix Flux, is die nog verkrijgbaar? Als nieuw boek of niet? Dan weet ik eigenlijk niet of die nog nieuw verkrijgbaar is. Nee, hè? Ik denk dat het een bananendoos... of kanaal 13 natuurlijk, hè? Ja. Nee, precies. Maar mijn favoriet, heel eerlijk, is jouw dagboek. Dat vind ik... Dat vind ik leuk om te horen. Ja, ik verstrek hierbij trouwens mijn toestemming om onze livestream te gebruiken in jouw volgende dagboek gagstrip. Oké.
Ja. Nou, vraag ik er nooit toestemming voor. Maar ik... Nee, maar ja, kikkers zijn zegen. Dus het is, ik vond dit een leuk gesprek. Dus meestal gaat het dagboek over minder leuke dingen. Oh ja, precies. Maar we kunnen nog wel even iets. Moet ik even iets filijns zeggen tegen? Maar die bananendozen, dat komt vast nog wel een keer terug. Ja, oh ja, dat is interessant. Helemaal goed. Nou, hey, hartstikke bedankt. Ik denk dat we sowieso weer even een biertje met elkaar drinken, Geert en Breda. Oh ja, aan het einde. Jullie gaan niet naar Haarlem? Of, Nee. Nou, ik ga niet naar Haarlem. Of er moet een bananendoos ergens gesignaleerd worden. Okay. Dan, ik ga sowieso naar Haarlem om een biertje te drinken. Ah, oh ja, dat is leuk. Als ik jullie tegenkom, dan... Ik sluit niet uit dat ik naar Haarlem ga. En dan, als ik je tegenkom, gaan we een biertje drinken. Okay, ja, absoluut. Dus, dus iedereen die een bananendoos heeft met leuke strips erin, laat me het even weten in Haarlem. Dan komen de bammen er zeker bij. Hey, hartstikke bedankt. Ook iedereen die gekeken en geluisterd heeft. Volgende week zijn we er weer. Tot nu een hele fijne week. Pas een beetje op jezelf en lezen. Dat is heel belangrijk. En een bananendoos. Hoi. Oké. Okay.